Twee weken geleden heb ik de newborn set van Stokker op de Triptrap gekocht. Tijd om hem te gaan beoordelen. Je gebruikt zo'n newborn set op de Triptrap dus als je kind niet zelfstandig kan zitten. Voor de mensen die een Triptrap niet kennen, dit is een stoel die meegroeit met je kind. De newborn set is een soort van maxi cozy voor op de Triptrap. En deze newborn set is vooral handig als je je kind wat te eten geeft, aan tafel wil zitten als je zelf aan het eten bent, even een boekje wil voorlezen of gewoon even je handen vrij wil hebben. Na 2 weken te hebben gebruikt, moet ik zeggen dat het best wel een fijn dingetje is. Het is namelijk heel erg makkelijk om hem erop te zetten en hem weer af te halen. Hij is licht in gewicht. 1 hand, hè? Maar stevig qua kwaliteit. Je kind aan tafel te hebben op het moment dat je zelf ook aan het eten bent, is berengezellig. Ik heb dan ook een beetje spijt dat ik dat ding pas 2 weken geleden heb aangeschaft. Maar er komen wel gelijk ook met een aantal nadelen. Hij is namelijk duur aan 90 euro. Je krijgt er 1 hoes bij, dus je zal er sowieso een 2e bij moeten kopen, want die dingen die worden gegarandeerd vies. Wat weer extra kosten met zich meebrengt. Ondanks dat hij weet dat als hij in de stoel gaat zitten, dat hij wel waarschijnlijk wat te eten gaat krijgen, blijft het niet zijn favoriete stoel. Nog een nadeel is dat je kleine waarschijnlijk niet heel lang gebruik gaat maken van deze newborn set. Na een x aantal maanden is hij waarschijnlijk eruit gegroeid, kan hij zelfstandig zitten en zal hij gebruik maken van de baby set van Triptrap. En deze kan je voor 50 euro extra erbij aanschaffen. Als je zoals wij eerst voor de Triptrap hebt gekozen, ben je weer nog meer verplicht om de andere dingen ook te kopen. Als je tenminste wil dat je die kleine aan tafel schuift als hij nog niet zelfstandig kan zitten. Het eindoordeel. Als je kleine eenmaal vaste happen begint te nemen, is het handig om hem of haar even te kunnen insnoeren in de newborn set. De newborn set is gewoon een handig en degelijk ding. Het komt neer op kosten. In dit geval de Triptrap aan 195 euro en de newborn set aan 90 euro. En vergeet niet de babyset aan 50 euro, want daar moet hij in als hij de newborn set is ontgroeid. Totale investering is dus 325 euro. Maar zoals ik het zie, wel een investering voor de aankomende jaren.